Zullen we nog even staan? Wilt u gaan staan? Ik heb Vader, de Heilige Geest, mensen wil genezen deze morgen. We hoeven niet te wachten tot het woord. Gods aanwezigheid is hier zo sterk. Halleluja. Dank u wel. Wij zingen, Heer, u mag ons overweldigen. Dan moeten we hem ook de ruimte geven om dat te doen. Amen. De Heilige Geest is senior voorganger van deze gemeente. En hij wil niet alleen dat je naar een zondagse dienst gaat of een preek aanhoort. Hij wil je aanraken. Hij wil jou genezen. Hij wil jou bevrijden. Hij wil jou verlossen. Halleluja. Onze God leeft. Hij is realiteit, lieve mensen. En er zijn mensen hier. Die hebben al de hele week last van je rug. Je onderrug. En ik weet niet wie dat is, maar ergens daar aan de linkerkant en daar aan de rechterhoek. Maar God is je nu aan het aanraken op dit moment. Buig gewoon naar voren. Buig gewoon naar voren. Doe iets wat je niet kan doen. Een andere persoon wordt aangeraakt in zijn oor. Je hebt een oorontsteking. En Jezus raakt je nu aan. Met zijn geweldige kracht. Ontvang het van de Heer. Als je migraine hebt, dan mag je genezen naar huis gaan. Jezus geneest. En die migraine zal van je wijken in de naam van Jezus. Halleluja. Kom, laten we dit lied nogmaals zingen. Laat de Heilige Geest jou vervullen deze dag. Zodat je vol van Gods Geest naar huis kan gaan. Halleluja. Zo geweldig om Gods tegenwoordigheid te ervaren in Gods huis. Amen. Ik weet niet hoe het met u is, maar daarom ben ik hier gekomen. Niet om primair te prediken. Niet om mensen te ontmoeten alleen. Dat is leuk en dat is mooi en dat is goed. Maar ik ben hier primair gekomen om God te aanbidden. En Jezus te ontmoeten in ons midden. Shalom. Banier. Shalom betekent niets gebroken en niets ontbreekt. En dat is mijn gebed geweest voor jullie deze afgelopen week. Dat als je naar huis gaat, dat je heel naar huis mag gaan. En dat er niets gebroken is in je leven. Ik ben dankbaar dat ik hier mag zijn. Michelle en Sandy, dank je wel voor de uitnodiging. En zoals Michel al zei, we hebben goede vriendschap. Ik leer heel veel van jullie voorganger. En ik wou gewoon wel even zeggen, jullie mogen dankbaar zijn voor zo'n voorgangers. Echtpaar. Amen. Amen.
Prijs de Heer. Ik wil samen met jullie lezen uit Job 23. Job 23, vers 9 tot en met 10. En ik lees het uit een vertaling die niet bekend is bij velen. En dat is de basisbijbel. En ik lees het ook uit de Engelse vertaling, maar dan in het Nederlands. Daar staat, zou hij links van mij werken? Ik zie hem daar niet. Of zou hij zich rechts van mij verborgen hebben? Ik kan hem daar niet vinden. Maar ik weet hoe ik leef. Als hij mij zou toetsen, zou hij zien dat ik zo zuiver ben als zuiver goud. Een van de Engelse vertalingen zegt, hij werkt met zijn linkerhand aan mij, maar ik zie hem daar niet. Ik wil als titel van mijn boodschap gebruiken deze morgen, Gods linkerhand. Gods linkerhand. Het boek Job is het oudste boek van de Bijbel. Niet het boek Genesis. En Job was een van de opmerkelijkste personen in het Oude Testament. De Bijbel zegt, niemand was zo vroom, oprecht en rechtvaardig als Job. Nou, als wij dat zouden zeggen van onszelf, dan kan je dat betwijfelen. Maar dit is wat God over hem zegt. Niemand was zo vroom, oprecht en rechtvaardig als deze man Job. En hij was gezegend. En de reden waarom hij gezegend was, was omdat God een omheining om hem had geplaatst. Die hermetisch afgesloten was voor de boze. En ik geloof dat God dat ook bij ons kan doen. God kan een geestelijke omheining om ons heen plaatsen. Hij is in staat om dat te doen. Waardoor geen duivel dat kan penetreren. En dat deed hij bij Job. En God kan ons beschermen. Onze emotionele kant. Onze financiële kant. Onze relationele kant. Onze gezondheidskant. Hij kan ons aan alle kanten beschermen, Michel. Alle kanten. Hij is in staat om dat te doen. En hij had dat gedaan bij Job. En het eerste hoofdstuk van Job trekt de Heilige Geest als het ware een gordijn opzij, zodat wij achter de coulissen kunnen zien wat er eigenlijk gebeurt. En je ziet dat God met de duivel een discussie heeft. En God zegt tegen de Satan, heb jij acht geslagen op mijn knecht Job? En je moet goed luisteren wat de Satan zegt. De Satan zegt, ik ben rondgegaan, ik heb de aarde doorkruist om te kijken wie ik kan verslinden. Maar eerlijk gezegd heb ik geen acht geslagen op uw knecht Job. Want Job is aan alle kanten beschermd door u. Ik zoek alleen mensen die ik kan verslinden. En ik wil u vandaag zeggen, lieve mensen, ook al hou je veel van God, ook al leef je rechtvaardig voor God, de duivel laat ons niet alleen. Hij laat ons niet met rust. Maar als hij weet dat wij aan alle kanten beschermd zijn, dan kan hij niet veel doen. En Satan gaat een deal met God aan, plat gezegd. Hij zegt, weet u, de reden waarom God, waarom Job u zo volhardend dient, de reden waarom hij zijn handen opheft in de dienst en aan de armen geeft en heilig leeft, is omdat u hem constant beschermt. Maar haal die heg van hem weg
dan garandeer ik u, hij zal u vervloeken. En God zegt plat gezegd, oké, gaan we doen. Ik laat toe dat je zijn leven in die zin kan verpesten, maar je mag niet zijn ziel beroven. Dat is wat je leest in Job 1. En Job wandelt totaal ontwetend in een tornado van problemen. Zoals wij dat soms ook doen. We hebben geen idee soms wat er achter de schermen plaatsvindt. We hebben geen idee soms wat de duivel met ons wil doen. Maar wat belangrijker is, wat God met ons van plan is terwijl de duivel dat doet. Mogen de Heer ons inzicht geven. Job wandelt in een tornado van problemen. Eerst werd hij overvallen en al zijn schapen en runderen werden geroofd. Toen kwam een vuur uit de hemel en binnen 1 uur werd zijn leven totaal op de kop gezet. Vuur kwam uit de hemel en die verbrandde al zijn schapen. Daar stak een storm op en het dak viel op zijn kinderen en zijn kinderen die kwamen om. En de Sabeërs die kwamen ook nog om dingen te roven. De theologen zeggen, toen die ene knecht sprak, kwam die andere knecht al eraan. Dus het moet ongeveer binnen 5-10 minuten gebeurd zijn dat zijn leven totaal werd omgedraaid. Lieve mensen, het leven is niet eerlijk. Er kunnen dingen gebeuren waarvan wij totaal niet op voorbereid zijn. En dat was Job. Alles was ten einde. En alsof dat nog niet genoeg was, zei de Satan, huid voor huid wil ik hem slaan. Van zijn hoofdhuid tot zijn voetzool zal die boze sferen krijgen. En dan zal hij u vaarwel zeggen. Ik geloof dat er bijna niemand hier is die zoiets heeft meegemaakt wat Job heeft meegemaakt. Maar ons leven kan totaal veranderen soms, lieve mensen. En Job komt in een situatie waar rechtvaardige mensen eigenlijk niet behoren te zijn. Hoe is het mogelijk dat wanneer je rechtvaardig leeft, goed leeft, God dient, van God houdt, dat het leven in jou onrechtvaardig behandelt? Hoe is het mogelijk dat wanneer je gelooft in een rechtvaardige God, dat je toch onrechtvaardig wordt behandeld? En vroeg of laat, lieve mensen, zult u ontdekken dat het leven, niet God, maar het leven is niet eerlijk. Het is niet eerlijk als je een goede vrouw bent en je zit vastgeroest in een slecht huwelijk. Het is niet eerlijk. Het is niet eerlijk als je elke zondag naar de kerk gaat, God dient, je tiende geeft en je wordt ontslagen. Het is niet eerlijk. Het is niet eerlijk als je gezond leeft en toch ziek wordt. Het is niet eerlijk. Is niet eerlijk. Is niet eerlijk als je je kinderen opvoedt in de vrezen des Heren en je kinderen gaan aan de drugs. Dat is niet eerlijk. Maar zo is wel soms het leven. En wij kunnen daar heel schijnheilig over doen, heel moeilijk over doen. Maar lieve mensen, ik ben lang genoeg in de bediening om te zien dat het leven niet eerlijk is. Ik heb rechtvaardige mensen zien lijden. Ik heb mensen gezien die bidden en vasten en nooit wat krijgen of bijna niks krijgen. En andere mensen die wandelen maar door het leven en ze bidden nooit wat. En het schijnt alsof ze alles maar zomaar krijgen. Heb je ook zulke mensen in Almelo hier?
Of alleen in Deventer? Het is niet eerlijk als je single bent en je bidt elke dag, Heer, geef mij een vrouw, geef mij een man. En je ziet een broeder of een zuster elk jaar met een andere poppie. Je denkt, wat is er mis aan mij? Is mijn neus scheef? Kijk ik scheel? Wat is er? Stink ik uit mijn mond of wat dan ook? Ja, dat zeggen jullie vaak niet, maar je denkt het wel. Het is niet eerlijk. Het is niet heerlijk als een andere broeder meer gezegend wordt dan wij. En we hebben daar moeite mee. En we hebben geleerd om God niet te betwijfelen, God niet af te vragen. Maar al deze vragen, als we eerlijk zijn, zit wel in ons hart. Wij worden er wel mee gekweld. En weet u, als wij in een niet eerlijke situatie terechtkomen, hebben we twee keuzes. Of we worden bitter, of we worden beter. En die keuze, die verschuiving van houding, wil de Heilige Geest deze morgen bij u teweeg brengen. Niet dat je bitter wordt, maar dat je beter wordt. Dat is Gods wens, dat je, al ga je door een crisis heen, dat de muziek van jouw ziel, de melodie van jouw hart, altijd zoet mag zijn en niet bitter. Dat is een les die wij kunnen leren, maar weet je, Job begon bitter te worden. Dat kun je goed lezen in Job 3. Hij begon zich af te vragen, waar verdien ik dit aan? Ik heb altijd goed geleefd. Ik ben altijd God getrouw geweest. Waar verdien ik dit aan? Heb je dat wel eens afgevraagd? En weet u, wanneer wij in zo'n situatie komen, dan ben je bijna geneigd, of misschien is het gewoon zo, dat wij hetzelfde zeggen wat Job zei. Hij zegt in vers 3, kon ik mezelf maar rechtstreeks bij hem, mijn rechter, verdedigen. Dan zou hij mij voorgoed vrijspreken. Maar als ik hem voor mij zoek, dan kan ik hem daar niet vinden. Job is op een zoektocht. Hij zoekt naar God. En hij verlangt een antwoord van God. En hij verlangt zijn zaak te bepleiten bij God. En te zeggen, Heer, ik heb altijd vroom geleefd, Godvrezend geleefd, rechtvaardig geleefd. Ik heb altijd gedaan wat u van mij vroeg. Ik weet zeker, als ik mijn zaak bij u kan bepleiten, u bent mijn hemelse rechter, dan zou u mij vrijspreken. Ik weet zeker dat de uitspraak zal zijn van mijn hemelse vader. En hij werd bitter. En hij werd boos. Nou, ik kan Job begrijpen dat hij zo denkt. Zo zou ik ook denken. Zo zou ik ook voelen. Maar daar schuilt een gevaar, lieve mensen. Bij mensen die altijd goed hebben geleefd. Bij mensen die altijd de juiste dingen doen. Brave christenen zijn. En het gevaar is dit. Dat je vergeet wie God is en dat je begint te kijken alleen maar naar jezelf. Naar jouw gerechtigheid. Naar jouw goedheid. Naar jouw intenties. En mensen die altijd braaf hebben geleefd. Ik heb gemerkt dat zo'n mensen kan je moeilijk iets leren. Want ze weten het allemaal. Ze hebben het allemaal doorleefd. Ze weten precies hoe je moet leven. Ze hebben het gedaan, ze hebben het geproefd, ze hebben het geleefd. Je kan hun moeilijk wat bijbrengen. En de les was hard voor Job. Om iets nieuws te leren. Zie, mensen die zichzelf zo rechtvaardig beschouwen. Van, ik leef zo goed. Ik ben zo goed, ik ben zo trouw. Dus daarom verdien ik de genade en de goedheid van de Heer. Dat is een denkfout. Hoort u mij?
niemand hier, inclusief mijn gemeente in Deventer, verdient de genade van de Heer. Maar als wij dat vastkoppelen aan de manier hoe wij leven, dan snappen wij nog steeds niet wat genade is. En Job moest die les leren. En soms moet je daarom gewoon door een crisis gaan, zodat je van je hoge paard afvalt, als ik het zo kan zeggen. Zodat je gaat merken, hey, God moet mij niet zoeken, ik moet hem zoeken. God hoeft mij niet achterna te gaan, ik moet hem achterna gaan. God hoeft mij niet te dienen, ik moet hem dienen. En de zaak wordt omgedraaid. Want soms denken we dat de Heer een hemelse butler is. Die alles wel doet wat wij vragen. Maar ik verklaar u in de naam van Jezus. Hij is niet de lieve geest in het flesje. Hij is de Heilige Geest. Hij is de schepper van hemel en aarde. En hij heeft u geschapen met een doel. En uw doel is om hem te zoeken en niet omgekeerd. Ik zeg wel eens dat wij leven nu in een tijd in een soort theologische cafetaria. Waar wij denken te kiezen, oh dat wil ik wel van God en dat wil ik niet van God. Terwijl God zegt, mijn woord is één. Het is van Genesis tot Openbaring. Het is alles of niet. Het is Jezus of geen Jezus. De keuze is aan u. Amen. Ik zeg amen. Goed zo, dan weet ik dat u nog leeft. Ik ben op een zoektocht, lieve mensen. Al een tijdje. En als ik Hooglied 3 lees, ik weet niet of het kan laten zien. Maar Hooglied 3 spreekt van een vrouw die zijn geliefde zoekt. En ik kan me zo goed met die vrouw identificeren. Want die vrouw die zegt, ik zocht mijn geliefde op mijn lege steden en ik vond hem niet. Daar is geen intimiteit meer met mijn Heer. En toen ben ik gaan opstaan en ik deed de deur open en ik ga naar de stad. En ik zoek hem op de pleinen en in de straten en ik vind hem daar niet. Zoekende. Bent u op zoek? Wij zeggen altijd, Jezus vond mij. Ik vind het altijd raar in die zin. Ja, hij heeft jou gevonden. Maar zodra je hem vindt, moet je hem vinden. Moet je op zoek zijn naar hem. En ze zegt daar in Hooglied 3, ik vroeg aan de wachters van de stad, heb je mijn geliefde gezien? Ik kan hem niet vinden. Hoeveel van jullie weten dat het is moeilijk om God te vinden in een crisis? Het is moeilijk om God te vinden wanneer je echt down bent. Wanneer alles tegen zit. Dan lijkt het alsof God niet spreekt. Dan lijkt het alsof God zegt, I don't care over jouw leven. Het maakt mij niet uit. Dan lijkt het alsof God jou verlaten heeft. Moeilijk om hem te zoeken in een crisis. Hoeveel van jullie weten waarover ik spreek? En deze vrouw was op zoek naar de geliefde, totdat hij bij de wachters kwam. Heb je mijn geliefde gezien? En dan staat er, toen ik nauwelijks de wachters voorbij was, vond ik mijn geliefde. En dan staat er, ik greep hem vast en ik liet hem niet meer los. Dat is de reden, broers en zusters, dat ik vandaag hier ben gekomen in Almelo, om hem te zoeken, zodat ik hem vind. En als ik hem vind, laat ik hem niet meer los. Daar moet een verlangens in je hart zijn om God te zoeken, zodat hij voor jou kan doen wat jij intens verlangt. En het lijkt soms alsof God verstoppertje met ons speelt. Van kom maar, ga me maar zoeken. Kom maar, wat doe je in de crisis? Word je bitter? Word je boos? Of word je beter? Ga je klagen? Ga je murmureren? Ga je zeuren? Geef je iedereen de schuld? Of ga je God zoeken? Ga je op je knieën? Of verhef je je hoofd
en zeg: Heer, ik verdien dit niet, ik pik dit niet, het gaat niet zo verder. Keuzes zijn er. Maar ik raad u aan op de knieën te gaan. Want als je op je knieën gaat, gaat God jou verhogen. Als je op je knieën gaat, dan ga je dingen begrijpen vanuit de Heilige Geest. Als je op je knieën gaat en God gaat zoeken vanuit die tranen, vanuit de pijn, geef God kracht. En God wil jouw pijn veranderen in kracht. En dat kan alleen als je een aanbidder wordt. Een aanbidding is niet alleen hier op zondag, dat je hier je handen op heft. In dat kleine uurtje. Nee, lieve mensen, aanbidding is jouw houding. Op je werk. Houding in je kerk. Houding in jouw gezin. Als mensen jouw pijn doen, weet je, als mensen jou kwetsen, dan kan jouw gekwetstheid veranderd worden in aanbidding. Als mensen over jou roddelen, dan kan die roddel veranderd worden in aanbidding. Aan u de keus. Maar ik zeg je, als je dat gaat doen, God woont bij de nederige van hart. En hij troont daar. En hij geeft jou kracht die je nog nooit van tevoren hebt ervaren, lieve mensen. En dat is de kracht die jou doorheen, door die hele crisis heen zal brengen. En er vond een verschuiving plaats in het leven van Job. 41 hoofdstukken, lees u maar thuis. 41 hoofdstukken. Zijn vrienden, Job zelf. Waarom dit? Waarom dat? Zo herkenbaar. En dan zegt hij in hoofdstuk 41. Zegt hij, ik zwijg nu. Want ik heb nu God gezien. Maar voordat dat gebeurde, lieve mensen. Zei hij dit. En ik wil nogmaals met de tekst beginnen. Zou hij met zijn linkerhand aan mij werken? Want ik zie hem daar niet. Of zou hij zich achter zijn rechterhand voor mij verborgen hebben? Ik kan hem daar niet vinden. Ik heb ook jaren geleden van broeder Fidel, in onze gemeente, een geweldige preek gehoord over Gods rechterhand. En Gods rechterhand staat voor zijn kracht, voor zijn macht, voor zijn genezing, voor zijn bevrijding. En het was een geweldige boodschap. In Marcus 16 staat er, Jezus heeft zich gezet aan de rechterhand van God. In Colossenzen 3 staat er dat wij de dingen van boven moeten zoeken die aan de rechterhand van God zitten. In Handelingen 2 staat er dat de Heere zei tot mijn Heere, zet je aan mijn rechterhand, zodat alles onder jouw voetbank komt te staan. Rechterhand. En wij houden van Gods rechterhand. Maar ik ben vandaag hier gekomen om te praten over Gods linkerhand. Want Gods linkerhand is niet populair. Is geen favoriet. Wat Job moest ontdekken. Zijn linkerhand, als hij met zijn linkerhand werkt in ons leven, dan begrijpen we hem niet. Dan verstaan we hem niet. Dan past hij niet in onze referentiekader, want onze referentiekader is alleen, God heeft een rechterhand. Dat verlost, dat geneest, dat bevrijdt. En dat is allemaal waar. Maar God heeft twee handen. En elke, u heeft ook twee handen, maar God is tweehandig. Elke goede pianist, zoals onze broeder hier, is tweehandig. Goede bokser, zoals ik. En hoe heet die Hollandse, Rico Verhoeven? Tweehandig. Hij kan slaan met zijn linkerhand, kan slaan met zijn rechterhand. God is tweehandig. En soms werkt hij in ons leven met zijn rechterhand. En soms met zijn linkerhand. En als hij werkt met zijn linkerhand, dan doet hij dingen wat wij niet begrijpen.
dan zegent hij mensen die wij niet mogen. Dan verhoogt hij mensen en gebruikt hij mensen die wij niet kunnen uitstaan. Dan doet hij die veelkleurige mantel op een broeder die wij niet zien zitten. Maar zo is God. Hij is niet gebonden aan onze visie. Amen. Wat dacht je hoe jaloers de broeders waren van Jozef? Omdat hij iemand gebruikte waarvan iedereen dacht, Jozef is maar een dromer. Je hebt niks aan dromers. Je moet mensen hebben die het doen. En God kiest Jozef. En God kiest een Michel. En God kiest mij. De meest irritante kind van de familie De Loo. Iedereen dacht, nee, die jongen wordt niks. Hij is verslaafd. Hij is de jongste. Ik heb nog nooit een keer op de MAVO, ik weet niet hoe ik geslaagd ben, lieve mensen, maar ik kan voor God getuigen, ik heb nog nooit een keer een boek geopend. Nog nooit. Nog nooit huiswerk gedaan. Tot nu toe droom ik nog dat ik in de verkeerde klas zit. Is echt waar, want ik hield geen agenda bij. Ik wist niet naar welke klas ik moest gaan, naar welk lokaal. Tot nu toe droom ik dat ik in de verkeerde klas zit. Misschien wil de Heer iets zeggen. Maar dan zegt de Bijbel niet dat hij de minst invloedrijke personen soms uitkiest om de dwaasheid en de wijsheid van deze wereld, om daarmee te spotten. Onze broeder had gehad over dat God zelfs de stenen kan doen laten aanbidden. Lofprijs. Lieve mensen, wanneer God met zijn linkerhand werkt, dan wordt het moeilijk voor ons. En weet je, maar wanneer je dat beseft, dan kan er een verschuiving plaatsvinden. Van, oh, misschien heeft de Heer, het is niet de Heer die jouw leven kapot maakt, begrijp me niet verkeerd. Maar als je door een crisis heen gaat, als je door iets heen gaat waarvan je denkt, dat verdien ik eigenlijk niet. Dan kan er een verschuiving in je hart plaatsvinden. In plaats dat je bitter wordt, kies je ervoor om God te zoeken. En zeggen, Heer, ik wil u vinden. Ik wil niet, luister, ik wil niet de oplossing vinden. Ik wil u vinden. Er zit een groot verschil in. En als je je verootmoedigt, lieve mensen, dan ga je hem vinden. En dat is precies wat er met Job is gebeurd. Ik wil met je lezen Job 42, vers 3 tot en met 6. Daar staat, daarom, ik verkondigde zonder inzicht de dingen die mij te wonderbaar waren en die ik niet begreep. Hoor nu en ik zal spreken. Ik wil u ondervragen, omdat gij mij onderricht. Hé, in één keer kan je Job iets leren. Heeft u een open geest? Mag de Heilige Geest u wat leren? Of weet u het allemaal? Weet u, ik heb ontdekt, hoe meer je weet, hoe minder je weet. Ik heb ontdekt van, als je denkt dat je veel weet, weet je nog net niks. En dat kan je wel eens intimideren, waardoor je het gevoel krijgt van, ja, wat moet ik nou? Maar Job zegt hier, slechts van horen zeggen had ik van u vernomen, maar nu heeft mijn oog u aanschouwd. En daarom herroep ik en doe ik boete in stof en in as. Verschuiving van houding. Eerst wist u het allemaal zo goed.
Nou, ik wist het wel hoor. Als Jezus hier was, dan zou ik hem vertellen. Heer, dat is niet eerlijk. Heer, dat is niet rechtvaardig. Heer, dat is niet goed. En ik zal hem mijn vinger in zijn gezicht doen en zeggen, Heer, u moet er wat aan veranderen. Ik hoor wel eens mensen zo praten. En dan denk ik, oh, waar gaan we weer? We moeten de les nog leren. Heer, als u het niet doet voor 1 januari 2019, dan ga ik dit of dat doen. Oh, dear Lord. Die komt in de problemen, weet je al. Want God werkt niet volgens onze agenda. God werkt volgens zijn plan. En weet u, zijn plan is altijd beter dan onze agenda. Dus wij kunnen heel 2018, in het begin van het jaar, al in zijn handen leggen. En gewoon gaan waar de wind ons heen waait. Zo relaxed. Het is zo vermoeiend om tegen de wil van God in. Zo vermoeiend. Soms, ik had een keer een beeld gezien dat christenen in de oven worden gezet en God doet die oven aan en ze zitten in die oven te bestraffen en moeilijk te doen en te binden en ontbinden. En God kijkt door dat oventje en groet naar jou. Want hij weet, die oven brengt vuur en dat vuur brengt loutering voort. Zodat je geloof als goud tevoorschijn komt. Amen. Maar ik wil hiermee stoppen en daarna wil ik je uitdagen. Want God is niet bij iedereen zo. Maar in mijn leven heeft hij vaak gezwijgd. Was hij vaak stil in mijn crisis. Ik zei, Heer, waarom? Ik hoor u niet, ik bid, ik huil, ik vast. Waar bent u? En hij zwijgt. En weet u dat de Bijbel zegt dat God zwijgt in zijn liefde? En ik vroeg hem, waarom? Kunt u niet iets zeggen? Van, hey Peet, je bent op goede pad, joh, ga zo door. Dat is al genoeg voor mij. Kunt u niet iets mij bemoedigen? Heb je wel eens zo gebeden of niet? Ben ik de enige hier? Ik wil geen schouderklopje van broeder of zuster zo en zo. Ik wil een bemoediging van de Allerhoogste. Dat ik weet, ik ben op het goede pad. Maar God zwijgt. En dan staat het volgens mij in het Oude Testament. Ik weet niet, lees het hele Oude Testament. Ergens kom je een tekst tegen. Hij zwijgt in zijn liefde. Volgens mij het boek Zefania of zo. Hey, ik weet niet. Zoek het maar op. En ik hoor de Heer zeggen, Peter, het betaamt niet voor een leraar om te spreken tijdens een test. Het betaamt niet. Heb je ooit examen gedaan? Gaat iedereen praten? Gaat jouw leraar met jou praten? Hey, hoe gaat het? Gaat het goed met jouw examen? Snap je het wel? Snap je het niet? Moet ik je helpen? Wil je de antwoord weten? Heb je een pen nodig? Nee. Wat je hebt, daarmee moet je het doen. Na de test hoor je of je geslaagd bent. Maar tijdens de test is het muisstil. En ik ervaar heel erg op mijn hart. Dat hier mensen zijn in een fase van hun leven. Het blijft niet voor eeuwig stil, geloof me. De hemel breekt los als je slaagt voor de test. Maar ik zal je één ding zeggen. Als je kiest om bitter te blijven, kan het lang stil blijven. Wij hebben gebeden, Heer, uw aanwezigheid. Uw tegenwoordigheid. Ik heb gemerkt, God woont bij mensen die zoet zijn van binnen. Hij verlangt met mensen te zijn die een zoet hart hebben. Houdt die van. Houdt van iedereen hoor. Maar als je het hebt over fellowship,
Houd die van mensen die niet bitter zijn. Trouwens, kijk me niet zo schijnheilig aan. U ook. U ook. Wilt u in een kamer zitten met bittere mensen? Die alleen maar klagen en zeuren. En, oh, de weer in Nederland is zo waardeloos. En, oh, die broeder is ook waardeloos. En de kerk is waardeloos. En, oh, mijn leven is waardeloos. Oh, ik wil dood. Oh, ik ben moe. Wilt u in zo'n omgeving zitten? Oh, wie lieve mensen. Hé, hey, God is goed, man. Prijs de Heer. Hij geeft mij een opwekking. Hij geeft mij een doorbraak. Hij heeft mij genezen. Ik wil liever ook zo met zulke mensen. Wie echt chagrijnig waren in het Nieuwe Testament, waren de Farizeeërs. Jezus zegt, als jullie bidden, dan trek je lang een gezicht, lang. Ik hoop dat dit niet opgenomen wordt. Maar lang, zo, tot je onderbuik gewoon. En dan denken dat je daarmee mensen kan beïndrukken. En Jezus zegt, ik word er gewoon ziek van. Jullie denken daardoor antwoord op gebed te krijgen. En met omhaal van woorden. O heilige God, o goeie, alsof je God moet slijmen. Jezus zegt, nee jongen, praat met de Vader vanuit je hart. En hij zal je horen. Ik stop hiermee, maar ik wil niet, anders kan ik wel door blijven gaan. God houdt van mensen die echt willen zijn. Houdt van iedereen. Ik zeg van, ja, hij houdt van de hele wereld. Ja, tuurlijk. Maar hij vindt mensen tof die echt willen zijn. Zelfs in je zonde. Dat je eerlijk bent. Niet een masker. Heer, ik heb moeite met dit. Wilt u mij verlossen? Weet u, toen ik, u heeft mij gehoord hè, dat ik verslaafd ben geweest. Elke man van God die ik kende toen bij broeder Maasbach. Iedereen had mij de hand opgelegd, maar dat maakt jou niet vrij. Het maakt jou vrij wanneer je beseft dat Jezus Christus jou een nieuwe schepping heeft gemaakt. Een nieuwe creatuur en dat je je gedachten gaat veranderen met het woord. Ik heb niks tegen handoplegging, daar is kracht in handoplegging. Maar om altijd vrij te zijn moet je beseffen, het is een mentaliteit. En er zijn mensen hier, God wil die verschuiving in jou teweeg brengen. Zodat je weer tot aanbidding komt. En weet je, aanbidding doet jou transformeren. Ware aanbidding, jij gaat veranderen. Want God troont op jouw hart. En als God troont op jouw hart, zijn tegenwoordigheid verandert jou. Je kan niet blijven in Gods tegenwoordigheid met een bittere en een boze hart. Bestaat niet. Jouw geest vliegt naar de hemelse regionen als je hem aanbidt. Dus ik wil je uitdagen, word een aanbidder, lieve mensen. Niet alleen een kerkganger, word een aanbidder. Laten we gaan staan. Laten we onze hoofden buigen, ogen sluiten. Ik wil dat gewoon elke zondag doen waar ik ook ben, in Deventer of waar dan maar ook. Ik wil gewoon de uitdaging geven, want jij kan de persoon zijn waarvoor wij jarenlang hebben gebeden. En als je vandaag hier bent in de kerk, wil niet zeggen dat je gered bent. Als je vandaag hier bent, meegenomen door iemand en je geloof in God, wil nog niet zeggen dat je gered bent. Ik ben 18 jaar in de kerk geweest, mijn vader was voorganger. En ik was nog niet wederom geboren. En weet u wat het mooiste is van wedergeboorte? Is de kerk kan jou niet wederom geboren doen maken. Het is wanneer jij je hart openstelt voor de Heer en zegt, Jezus, wilt u alsjeblieft in mijn hart komen, mijn nieuw leven geven. Dat is het moment dat God jou verandert. En een nieuw mens maakt. En er is niets mooiers dan dat. Dus ik wil je vragen, iedereen zou je hoofden willen buigen, je ogen willen sluiten. En als er mensen hier zijn, zeggen Peet, ik wil die Jezus. Ik wil God in mijn leven. Ik wil geen kerkje spelen. Ik wil niet alleen naar de kerk een liedje zingen. Dat kan ik thuis ook doen. Je preek kan je thuis ook aanhoren. Maar ik wil Jezus
in mijn leven hebben. En als je vandaag hier bent en zegt, ik wil hem aannemen als mijn persoonlijke redder en verlosser. Ik heb het nog nooit eerder gedaan, maar ik wil het vandaag doen. Steek daar even je hand omhoog, zodat ik voor je kan bidden. Is er iemand hier die dat voor het eerst wil doen, nog nooit eerder heeft gedaan? Is er iemand? En we vinden ook helemaal niet erg als er geen handen omhoog gaan. Dan ben ik juist blij, want dat betekent dat u weet dat u gered bent. Maar als je het op een of andere manier niet durft, lieve mensen, je kan ook op je fiets gered worden. Je kan dan zelfs op de wc gered worden. Je kan ook in de kantine gered worden door te zeggen, Jezus, kom gewoon in mijn hart. Ik durfde mijn hand niet op te steken in de dienst. Maar wilt u alsjeblieft in mijn leven komen? Ik garandeer, jongen, hij geeft jou leven en leven in overvloed. Het is het beste wat je kan doen. Halleluja. Laten we even bidden. Vader in de hemel. Heer, ik bid echt, Vader, dat er een verschuiving plaatsvindt deze ochtend. In de harten van mensen. Dat we uw stem weer kunnen horen. Dat er weer een open kanaal is naar u toe. Doordat we ons verootmoedigen voor u. En zeggen, Heer, we hebben van horen zeggen, maar nu heeft mijn oog u aanschouwd. Nu weet ik met wie ik praat, met wie ik bid, tot wie ik bid. En Heer, als wij dingen hebben gezegd over u, dan vragen wij om vergeving. Als we dingen hebben gezegd ten onrechte over ons leven, dan vragen wij u om vergeving. Want wat er ook gebeurt, u heeft ons leven in uw hand. En u bent in staat om alle dingen ten goede te keren, Heer, voor degene die u lief hebben. We gaan voor u. We gaan voor uw plan, voor uw richting. En dank u wel, Heer, dat u ons allemaal zoet maakt als een welriekende reukwerk voor uw aangezicht van aanbidding. Dank u wel, Heer, dat deze tempel gevuld is met wierook van ons hart. In Jezus' naam. Dank u wel, Heer. Halleluja. En in ieder zeg, amen. God bless you. God en Heer, en beleef.
Halleluja. Is God goed? Amen. Is God goed? Amen. Pastor Peter, super bedankt voor het bemoedigende woord. En toen Peter zo aan het spreken was, en toen hij het over school had, toen moest ik ook in één keer aan mijn eigen schooltijd moest ik denken. En dat was gelijk een herkenbaar beeld wat ik zelf ook had. Maar ik zag in één keer een sommetje zag ik in één keer voor me. En ik dacht, en ik moest er zo aan denken op school. Wie haatte het niet dat je van die onverwachte SO's kreeg? Onverwachts in één keer een overhoring. He? En dan viel je soms ook wel eens door de man dat je er gewoon eigenlijk niet geleerd al die tijd. Maar ik geloof dat God dat ook doet. Dat soms God een onverwachte SO geeft. En ik zag het rekensommetje eigenlijk voor me. Dat er komt altijd een moment dat er een test komt. En je verwacht hem nooit. En je verwacht hem niet altijd. Het is niet dat je hem van ver af soms ziet aankomen. Dat je denkt, oh ja, er komt nu een test aan. Nou ja, ik ga me er alvast voor schrap zetten. Maar vaak komt hij onverwachts. En ik zag dit rekensommetje zag ik voor me. Test plus klagen plus mopperen is bitterheid. Amen. Maar ik zag een ander rekensommetje. Test plus vertrouwen plus volharding. Plus aanbidding is transformatie. Halleluja. En laten we deze boodschap meenemen in ons hart. En zorg dat u het rekensommetje goed gaat maken. Dat u niet het foute rekensommetje gaat maken. Want de uitkomst van dat rekensommetje is niet wat u eigenlijk wil. Maar waar wij op zoek naar zijn, is dat God, en waar God ons doorheen wil laten gaan, is transformatie. Pastor Peter, super bedankt voor deze boodschap. Zullen we God daarvoor danken? Halleluja. Laten we God danken voor het woord. En dat we niet alleen maar naar zijn rechterhand kijken, maar dat we ook zijn linkerhand toe moeten staan en toe moeten laten. Want ik geloof als God begint te werken met zijn linkerhand in ons leven, dan zien we soms niet altijd wat de rechterhand aan het doen is. Want er komt ook weer een moment, en dat zag je ook in het leven van Job, dat God met zijn rechterhand hem ging verhogen. En dat hij gezegend werd. En dat hij dubbel alles terug ontving van wat de Satan hem had ontnomen. Amen. En zo is God. Halleluja. Laten we bidden. Vader, we danken u wel, Vader, dat we uw linker en uw rechterhand, Heer, dat we die mogen toelaten in ons leven. Het zijn ook die twee handen die ons omhoog heffen. Maar het zijn ook die twee handen die in ons leven werken. En Vader, ik bid hier dat we ook voor hen die vandaag hier zijn gekomen, die misschien wel nu op dit moment te midden van een beproeving of door een test heen gaan. Vader, ik bid hier dat ze het sommetje goed zullen gaan maken. Heer, dat ze zullen gaan vertrouwen. Dat ze hun slappe handen misschien gaan opheffen naar u en zeggen, Heer, misschien tegen alles wat ik voel, Vader, wil ik mijn handen gaan opheffen en wil ik u gaan aanbidden.
en u gaan vertrouwen dat u de uitkomst van deze rekensom heeft en weet. En Heer, ik verlang ernaar om getransformeerd te worden door uw linker en door uw rechterhand. Vader, we danken u wel. We prijzen uw naam. En Heer, we bidden dat Heer deze rekensom, dat die door mag gaan werken in ons leven. En Heer, ik bid u, Vader, Heer, dat we zullen gaan vasthouden, Heer, aan u. Ook al gaan we door een storm heen, Heer, dat we ons aan de mast zullen gaan vasthouden. En niet weten wat we precies moeten doen, maar we weten één ding. U bent te vertrouwen. U bent en blijft te vertrouwen. En dank u wel, Heer, dat u weet wat u doet. U maakt geen vergissingen. U maakt geen fouten. En dank u wel, Heer, dat we dat vertrouwen naar u toe mogen uitspreken. En Vader, we bidden dat we zo met uw zegen naar huis mogen gaan. En Heer, ik bid zo, Heer, daarom dat de genade van onze lieve Heer Jezus Christus, dat die met ons zal zijn. En dat de liefde van God de Vader en dat de innige gemeenschap van de Heilige Geest, dat die met jullie zal zijn. Totdat Jezus komt. Totdat Hij weer komt om ons op te halen en ons mee te nemen. Maar lieve gemeente, wees zo gezegend. En wees een zegen in de wonderbare naam van Jezus. En iedereen zegt, amen. God zegen u en wel thuis.